kader van deze eerste marge van de X-trio Badkamers Stroomweg. Eerste, eigenlijk allereerste beloftewedstrijd, ja. In uw regenboogtrui, ja. En meteen winnen. Ja, kan niet beter. Met dat ik wegdraaide van de eerste bot, als ik al, had ik al een gat. En ik heb mijn meesters mij toen komen halen, denk ik, na anderhalf, twee rondes. En het was een beetje een duel en in de afdaling heb ik hem een paar keer zo echt de pas afgesneden. En dat volk werd helemaal gek. Het was echt een mooi duel. Hoe hard was het doodgaan, de laatste rechte lijn? Vooral die laatste keer bij Rob was echt killing. Ik was blij dat ik de meet zag en dat ik als mijn achterwiel eroverheen is, kan ik afstappen. Ja. Het is een eer om zo'n cross te winnen. X2O, mooie sponsor, wereldkampioen trui en ja, alles viel vandaag eigenlijk op zijn plaats. De eerste ronde dacht ik, het gaat een hele zware worden. Het was niet van rustig aandoen, dat ook natuurlijk wel, maar ik had het gevoel dat ik ook gewoon niet harder kon in het begin. En dan na een tweetal ronden liep het pas echt los en kon ik echt mijn ding gaan doen. En ik begon ook rapper en rapper te rijden. Ja, ik heb altijd heel goed met Pim overeengekomen en het is een geweldige kerel. Ik ben heel blij dat hij vandaag ook eindelijk in zijn wereldkampioenen trui heeft kunnen showen. En 1-3 voor de ploeg, het is super mooi. Het doel vandaag was eigenlijk eindigen met zo weinig mogelijk achterstand op Eli. We wisten dat hier sowieso goed ging zijn op dit parcours met al die hoogtemeters. Dus de eerste plaats proberen mee te doen voor die overwinning. Moest dat niet lukken, dan dat tijdsverschil laag houden in het klassement. En dan heb ik dat teruggebracht van 40 naar 20 seconden de laatste ronde. En dat geeft me echt wel moed richting komende week. De genoten van het publiek vandaag? Ja, wel. Mijn vrienden waren hier ook al op weekend. Dus die waren hier al sinds gisteren op de Koppenberg aan het rondhangen. En die sfeer bij die mannen en bij al de rest van de mensen hier aanwezig was echt wel top. De muziek die door vanuit het feestcentrum op het parcours weer klonk, maakt het voor ons ook wel heel mooi. Ja, het was een bijzondere dag. Het ging beter voor mezelf dan verwacht. Ik wist wel na gisteren dat de benen heel goed waren.
Maar op dit parcours wist ik niet direct of dat ik mezelf weer kon tonen. Maar het ging heel goed en ik heb er eigenlijk wel van genoten ook. Het was echt wel iets heel speciaals vandaag. Veel publiek, het was echt een cross.